in het Minecraft Survival Huis. En ja, wat we vandaag gaan doen is dat ze ons jommel te weten komen. Ik zie dat de Minecraft toch niet zo goed werkt, dat hij wat trager marcheert. Kan ik las ook niets doen. Maar ja, laten we voor nu even. Ja, we moeten ook nog naar de Nether gaan. Om namelijk, ja. Om namelijk die glazen brug af te maken. Hij is nog niet helemaal klaar. En dat gaat toch niet zijn, want hij heeft echt heel veel glas voor hem te hebben. Ik denk dat hij wel glas in zit. Nee? Ik heb toch glas? Hier is een stukje glas. Is dat alles? Ik heb er maar nog meer. Ah, hier. Juist. We gaan ook niet alle glas direct gebruiken. We gaan ook nog een beetje bijhouden voor de volgende keer. Ja, we gaan nu niet alle glas gebruiken, want de volgende keer als we nog glas krijgen, kunnen we het dan toevoegen bij het andere glas dat ik nog over heb. En dan kunnen we namelijk, hebben we namelijk meer glas om te gebruiken. Ja, maar bon, laten we naar de Nether gaan. We kunnen ook een reusachtig Netherportaal maken. Maar, dat gaan we. Maar bon, wat? Is er een wieder? Waar is er wieder? Geluk. Ik ben bijna in het lava. Maar daar is toch zoveel geluk. Dat ik niet in het lava ben gevallen. Oh, kijk eens voor de zombie pikman. Ik ga die niet aanvallen. Ik ga die niet aanvallen. Allee, ik wil die wel aanvallen, maar ik wil eerst. Maar ik wil die glazen brug ook kunnen afmaken, ja. Oh. Uitkijken dat ik niet naar de lava kom. En die is dan langs de brug. Dan ga ik een beetje voortgaan aan het werken. Alright. Eerst even hier. Oei, dat is een enorme piek. Daar moeten we heel goed vooruit kijken. Kijk, waar is de wieder? Wat? Zijn er twee wieders? Nee, dat kan niet. Oh my gosh. Ik wil eerst voortwerken aan mijn brug. We gaan nog niet. Voorzichtig. Ah! Flip. Right. Omdat er wieders zijn, en twee nogal, is het heel moeilijk om ze te verslaan. Dus gaan we nu nog niet heel die brug gaan afmaken. We gaan dit zo houden, voilà. En de rest van het glas gaan we de volgende keer plaatsen. Als we nog wat glas hebben bijgekregen, via de furnaal, snap je? Want we gaan nu nog niet alles tegelijkertijd doen. Dan wordt dat wat te veel, snap je? Dus eigenlijk, ja. Dus eigenlijk gaan we dat nu nog niet allemaal tegelijkertijd doen. Dus eigenlijk gaan we met de rest nog een beetje wachten. Nu werkt mijn Minecraft Survival serie toch wel. Toch weer net een beetje beter. De vorige keer kon ik bijna niet bewegen, zo traag in dat doen. Maar nu werkt het terug beter. Dat is nice. Maar ja, de rest gaan we nu nog niet plaatsen. Want ik denk dat ik ook nog glas nodig heb voor iets anders te doen. Dus ja, dus dat gaan we de volgende keer doen. Dat is nog een pik. Oké. Vind je dat ze vinden? Nee, ginder zijn er net de forten. Want daar kan je die ook zien. Waar ik daaruit stond. Maar daar ga ik nu niet naartoe. Want ja. Ik was daar een tijdje geleden ook naartoe geweest, toen zag ik een blaze spawner. Ja, en ja, dat heb ik al vaker gezien, maar ik heb die uitgeschakeld. Want ja, wat kun je doen met een blaze spawner? Komt er altijd mijn blaze tevoorschijn? Dat is ook niet oké. Ik heb dat veranderd in een pig spawner. Alleen, heb ik die daarna kapot gemaakt, maar pigjes kunnen die spawnen in de Nether. Alleen, ik heb het geprobeerd, maar dat ging niet. Natuurlijk keilang. En daarna kwam er nog altijd geen pig uit, dus ja. De Nether gaat er niet, denk ik. Terwijl is daar, dat vroeger, had er skeletten in gevangen. Die lokte ik naar me toe, omdat ik in survival mode zat, omdat ik daar opgesloten. Nu zijn die allemaal dood. Maar ik houd die taas toch bij. Misschien dat ik ze nog kan gebruiken ofzo, geen idee. Kan je hier eigenlijk ook wel gewone skeletten vinden? Of alleen maar white skeletten? We kijken voor de magma blocks. Maar de magma blocks zijn ook heel erg gevaarlijk. Gevaarlijk nog niet. Kunnen we hier niet allemaal afbreken?
Nee, het gaat veel te lang duren. Moeten we pickaxe vormen en die ligt in de overwereld in ons huis. Maar dat zal ik de volgende keer allemaal wel doen. Maar nu niet. Oeh. Uitkijken voor dat. Uitkijken voor het vuur. Uitkijken voor het vuur. Oké. Okay. Ja. Je moet ook nog glas hebben voor iets anders te doen. Want ik kan ook nog iets anders maken met glas. Allee, omdat ik had zo'n idee dat ik ook kan maken met glas. Maar eigenlijk moet je daar wel verder glas vormen. Ik weet niet of het doorgaat, maar ik zal wel zien. Dat, als het klaar is, zal ik het je laten zien wat het is. Maar ik kan je het nu nog niet vertellen. Want ik krijg een soort verrassing. Echt een verrassing, maar ik wil het even geheim houden. En als het klaar is, zal ik het jullie wel laten zien. Maar ik weet niet zeker dat het doorgaat. Als het niet doorgaat, pak ik al deze glas voor die brug. Als het wel doorgaat, dan ja, gebruik je dat voor dat. Want je moet er ook best wel heel veel glas voor hebben. Ik denk dat dit toch zelfs niet genoeg is. Ik denk daar over de 100 glazen voor moet hebben. En als ik daar niet aan kom, allee, ik kom er wel aan, maar als het lang duurt, dus dat doe ik dat niet. En dan gebruik je dat gewoon voor de brug. Want ik kan eigenlijk een enorme brug maken over de lava. Helemaal tot je in de rechter, zodat je namelijk goed kunt lopen naar de andere eiland. Op het lava. Dat zou pas cool zijn, hè? Want zo'n brug hier, dat ziet er ook maar. Dat is ook wel cool. Dan zit je boven het lava, maar zo op het lava lopen is ook wel speciaal. Maar het is helemaal in de verte maken een eiland. Allee, ook zo wat deze hier even groot. Maar daar een ander stuk van de nether. En ja, daar wil ik wel met die brug naartoe gaan. Ik heb een keer ook eens gecheckt wat er van boven te zien was in de nether. Als je. Ja, namelijk. Allemaal blokken verwijderd. Ja, zoals ik doe in de grond. Maar dat was in de creatieve modus, maar dat was niet hier, dat was, dat was in een andere nether, in een andere wereld. En daarboven was eigenlijk ook nog een enorme plaats waar je kan lopen en zo. Maar eigenlijk was er eigenlijk gewoon niks te vinden. Dat was gewoon niks, dat was gewoon alleen maar grond. Voor de rest was er niks te vinden. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Dat, ja, dat kon dus wel een keer wel. Ja. Dus dacht ik van dat ik daar misschien ook iets kan bouwen, maar hier gaat dat niet, want dit is een survival modus. Ik ga wel zo'n blokken hebben, maar ik kan dat niet doen. Maar misschien als ik in die andere wereld daarboven iets plaats, want ik heb ook nog een andere wereld waar ik in de nether kan gaan. En daar heb ik dat dan ontdekt en dat ik daar dan een huis kan bouwen ofzo. Dan zou ik dat misschien wel kunnen laten zien aan jullie, als jullie dat goed vinden. Ja. Ik ben het filmen. Maar als jullie dat ja, leuk vinden, dan zou ik dat wel doen. Maar dan niet hier. Want hier zit je in de survival modus. En die gaan we nooit de creatieve modus. En we toch zoveel mogelijk proberen om dat niet te doen. Want hier kunnen we eigenlijk ook wel doen. Maar dan zitten we eigenlijk in de survival modus. En die mogen we eigenlijk niet naar creatieve modus gaan. Alleen dat mag eigenlijk wel. Maar we doen dat gewoon niet. Omdat het eigenlijk het survival huis is. Dat zijn eigenlijk video's waar ik eigenlijk alleen maar in de creatieve. In de survival modus blijf. Dus eigenlijk doe dat hier niet. Oh. Weet dat? Oké. Okay. We gaan gewoon terug. Ja. Dus ja, ik kan dat wel op de andere keer doen namelijk. Je snapt wel. Had ik namelijk in de in die andere wereld. Want hier gaan we daarna niet doen. Allee, hier kunnen we dat ook wel doen. Maar hier blijven we meestal in de survival modus. Als wij een video maken. En ook als wij een video maken. En we komen hier soms eens kijken. En blijven we normaal ook altijd in de survival modus. Dus eigenlijk is dat niet de bedoeling. Wat een kabeljauw. Oké. Bon. De glazen liggen hier zeker. Ja, dus ik weet niet zeker dat ik het ga doen dat project, maar ik zal het zien. Ja. Dus als we nou ook een huis kunnen bouwen in die andere wereld waar ik ook de nether heb, want ik heb namelijk verschillende werelden in Minecraft en er zijn ook nog een paar andere werelden waar ik namelijk een netherportaal heb en er was ook zo één wereld bij waar ik de naam had ontdekt en dat kan en als ik daar boven een huis kan bouwen boven de nether, dan zou ik dat wel best wel kunnen laten zien en bijvoorbeeld als ik daar een enorm huis bouw en van netherrijk of zo en mansion of zo en van netherrijk of netherairds of zo, dan zou ik dat best wel kunnen laten zien aan jullie. Dat is ook wel leuk om te laten zien hoe je namelijk dat allemaal doet voor de leven. Oh, een big mansion. Dan denk ik dat ik daar wel een jaar aan bezig ben. Als ik dan een redstone doe, en zoals een gewoon mansion map die ik kan downloaden, hebben van die enorme huizen en zo. Die hebben daar ook wel een paar jaar aan bezig geweest. Dat ik dat ook wil doen. Wat dan boven de nether? Is dat denk ik wel de eerste map in de nether van een mansion? Allee, misschien zijn er nog wel, maar ik denk niet boven de nether.
Ofwel. Ik heb het al gehoord, dus denk ik niet. Maar, ik moet er voor vandaag al aan doorgaan. Maar ik zal zeker nog een keer weer terug bij die video. Ik ga dus op mijn... Ja, maar ik moet er voor vandaag van doorgaan. Ik ga even hier nog het eitje halen. Ik heb eitjes gelegd. Oeh, lekker. Nog eitjes? Kippen? Nee. Oké. Okay. Vandaag ontsnappen jullie lekker niet. Kippen. Kijk die eitjes nu trouwens hierin. La. En dan hier. La. Anders wordt dat wat te veel in die andere chesten. Er zijn ook nog eitjes. Laat die maar liggen. Die haal ik de volgende keer wel op. Nu werkt mijn Minecraft video. Het werkt met Minecraft weer beter. Want de vorige keer was hij echt heel traag. En toen marcheerde hij ook niet super goed. Toen marcheerde hij heel traag. Maar nu gaat hij precies weer beter. Dus dat is ook best wel nice om te horen. Dan kan ik nog beter filmen. En ook beter vechten natuurlijk. Dus wat ik dat soms wil gebouw doen. Terwijl hij traag werkt, gaat dat minder goed hier. En ja, dus deze werkt wel beter. Dat dat zo wel goed werkt. Dus ja, ik ben wel blij dat de wereld, dat mijn survival als wereld nu weer normaal is. Wat het moet zijn. Maar bon, ik moet er wel vandaag last van doorgaan, maar ik wil zeker van de keer weer terug bij een nieuwe video van KHplays op mijn YouTube kanaal. Dag. Yep.